Ja, in deze rubriek hadden de paarden over het algemeen toch wat moeite om een losgelaten stap te laten zien. En ja, bij sommige paarden zat het karakter dan ook niet even helemaal mee. De hengst die we op kop hebben geplaatst, die stak in beweging boven de rest van de groep uit. Jemte 533, die heel fijn kan stappen en ruim en takmatig draaft met een goed achterbeengebruik. Zou wat correcter in het beenwerk mogen, maar vanwege zijn correcte beweging op de eerste plaats in deze rubriek. Jemte 533. Dan hebben we Jorke 532. Een hele correct gebouwde hengst met een goede bovenlijn en een goede romprichting. Een hengst die takmatig stapt en ruim draaft. Daar misschien bij wel iets veel tempo nodig heeft, maar een hele mooie tweede plaats voor Jorke 532.